alles goed? Vandaag is het gewoon weer tijd, jongens. Vandaag speel ik weer 3 random games. Ze zijn raar. Jullie moeten zoals gewoonlijk weer een top 3 lijstje achterlaten. Een top 3 lijstje maken welke game jullie het leukst vonden. Op nummer 1 zetten jullie de leukste game en op 3 de game die wat minder was. Kan ook gebeuren, hè? En willen jullie vaker 3 random games? Druk dan zeker weten op het duimpje omhoog. En hey, nieuwe mensen, abonneer! Blijkbaar is 55% niet geabonneerd die mijn video's kijken. Zouden jullie alsjeblieft willen abonneren? Dan is het nu gewoon tijd voor 3 random games. De allereerste game die we spelen heet ook wel Babylirious. Wij hebben vandaag weer een kind die we moeten opvoeden. Daar heb ik niet zoveel zin in. Zo. Kijk wie we hier hebben. Mijn dochter. Het ergste is nog, ze lijkt niet op mij. En ze lijkt ook niet op mijn vrouw. Zal waarschijnlijk een reden hebben. Ik heb eerder zo'n game gespeeld dat je een baby moest opvoeden. Dat was ook wel de baby in de yellow. Ze hebben nu de game volledig uitgebracht. Dame, kijk me in mijn ogen aan. Ik wil niet dat je vandaag het huis onderpoept. Ze kijkt heel angstaanjagend. Het spijt me dat ik een slechte vader ben. Het eerste wat ik trouwens moet doen is op zoek naar een masker. Oké, laat ik op zoek gaan naar een masker. Waar kan ik een masker vinden? In de oven? Ik wil wel even iets proberen. Sorry baby. Welkom bij Checkpoint. Plaatje erin en... Ah, ja, dit kan. Weet je wat? Ik zoek je masker. Waar gaan we nou weer een masker vinden dan? In de slaapkamer? Misschien hier? Wacht eens even. Dit is een filmpje van mij van de buurman. Oeh, die verdomde buurman. Maar waar is nou die masker dan? Oh, kijk wat we hier hebben. We hebben hier de masker met wat mooie hartjes erop. Ik ben een goede vader. Als ik die dan eens op de tafel leg, ik moet even mijn dochter uit de oven halen. Klinkt allemaal vreemd. Ik wil gewoon grappig zijn. Oh my god, volgens mij vindt ze het niet grappig. Kinder, het spijt me. Ik pak je op en ik plaats je wel even op de stoel. Ze kijkt me terecht angstaanjagend aan. Ze zit me ook te volgen. Kappen. Hier is je masker. Hoef ik je gezicht niet te zien. Zo, kaboom. Haal een flesje uit de koelkast. Nou, we weten waar die is. Dus we die openen even. En kijk wat we hier hebben. Het flesje. Kinders, kijk wat ik voor je heb. Een flesje. Waarom lach je? Omdat je in je broek hebt gepoept. Hoe durf je? Nee, ze helpt nu. Ik leg jou hier wel even neer. Ik fix een luier voor je. Pak een nieuwe luier. En kijk wat we hier hebben. De... Waar is de baby? Waar is de baby? Vertel me, waar is de baby? Of ik maak je af. Ik zoek alweer de baby. Ik neem wel de luier mee. Is het serieus, baby? Je denkt zo van, hey, laat ik op het plafond plakken. Je denkt, hey, ik ben Spider-Man. Kom onmiddellijk hier vanaf. Dit slaat zo nergens op. Ik leg je op de tafel neer, want ik moet je luier verschonen. Kaboom. Nou, breng de baby naar bed. Zit je nou weer af te poepen? Kap met afpoepen, baby. Ik meen het. Nou, ik breng je naar bed. Ik leg je nu wel even goed neer. Zo, huppakee, slaap lekker, poepie. Nou, ze ligt er wel heel charmant bij. Ik ben een goede vader. Plaats Teddy er ook bij. Oké, hier zie ik een teddybeer. Oké, die plaatsen we hier neer. Slaap lekker, poepie. Mwah, ik ben een trotse vader. Doe het licht uit. Nou, we doen het licht uit. En dan gaan we er vandoor. Laten we naar beneden lopen, zoals altijd. Wacht. Speel spelletjes op de computer. Oh, dan moet ik naar boven. Ik ben zo te zien aan het inbreken bij die verdomde kraai, meneer. Oh, laten we toekijken. Nou, dit is leuk. Oh, nee. Ik probeer de buurman te vinden. Dan ga je huilen. Zet op, baby. Nou, waar is de baby? Meneer Waspeer, wat zei ik nou net? Waar is de baby? Ik heb oprecht geen flauw idee waar de baby is. Ben je hier? Ben je weer in de oven? Ben je in de badkamer? Oh, je bent tv aan het kijken. Oh, je kijkt DutchTuber. Oh, wow. Ben je fan van Siren Head? Breng Babylirious naar bed. Nou, laten we dat even mooi doen. Ga, verdomme, slapen. De teddybeer is al bij je. Ik doe weer het licht uit. Ik doe de deur dicht. En mag ik dan nu eindelijk weer gamen? Probeer weer spelletjes spelen op de computer. Hey, tijd om weer in te breken bij de buurman. Heb ik al ingebroken? 2 uur later. Oh god, ben ik in slaap gevallen? Pak een flesje uit de koelkast. Nou, laten we naar beneden lopen. En we halen even een flesje. Hey, waar is mijn kind? Waar is mijn kind? Vertel, waar is mijn kind? Ik wal van je. Oh god. Godverdomme. Nou, laten we het flesje pakken. Kaboom. En het licht is uitgevallen. Nou, doe ik het licht weer aan. Waarom zo moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Baby. Je bent vreemd. Neem het flesje. En je hebt meteen weer alles ondergescheten. Ik moet je weer schoonmaken. Zoals altijd. Ik plaats je hier weer neer. Ik pak de luier. Hey, mijn luier wordt gejat. Hey, kom eens even onmiddellijk terug. Waar ben je? Oh, je bent onder het bed. Nope. Hier, pak de... De luier is afgepakt en ligt nu daar onder het bed. Laten we de luier pakken.
Waar sloeg dat nou weer op dan? Waar ben je, baby? Baby? Hier, luier. Breng baby Lirius naar bed. Ik breng je wel weer naar bed. Ik ben klaar met je. Het enige wat ik wil, baantje, is game. Slaap? Plaats Teddy ook in bed. Oké, hier is je teddybeer. En slaap! Kijk, tv op de bank. Eindelijk kan ik mijn favoriete film kijken. Nou, laten we chillen. Vallen we gewoon weer in slaap? Het is te stil. Ah, we moeten weer naar boven. Om mijn baby weer te settelen. Baby! Je wilt Teddy? Waar is Teddy? Heb jij Teddy gejat? Waar gaan we Teddy vinden? Teddy, wat een leuke YouTube is dit nou weer. Antwoord de telefoon. De telefoon gaat. Is het mijn vrouw? Hey, hope things are going well at home. Het gaat goed. I am stuck in traffic and... Zit je vies in de... Fire. Waarom staat mijn huis in de brand? Ik zie hier meteen al een brandblus, hè. Nou. Ah. Teddy zat in de oven. Dit gaat mijn dochter niet leuk vinden. Haar favoriete speelgoed is afgefikt. Laten we dit dan eventjes plaatsen bij de baby. Wat gebeurt hier nou weer? Wat hebben jullie gedaan? We hebben je baby. No! Wij moeten zo zien mijn baby redden. Zoek een wapen. Nou, ik zag hier een baseballbat. Versla de wasberen. Ik ben er klaar voor. We moeten 9 vermoorden. Ik zag hier al paar. Hoe durf jullie mijn kind af te pakken, hè? Hier, jij krijgt een slag. Jij en jij helemaal. Oké, nog 5 te gaan. Donder op! Donder op! En jij helemaal. Kijk hoe lelijk je bent. Stop met ritueel. Wat is er allemaal gaande? Wat is er gaande, jongen? Ah! Baby? Gaat alles goed met je baby? Weet je wat? Ik red je. Ik hou van je. Hou je ook van mij? Het spijt me dat je soms van de trap afgooide. Laatste! Je bent gered. Mijn baby is terug! Zal ik je weer van de trap afgooien? Dat vond je leuk. En hupsakee! Speel spelletjes met baby. Kijk je nog steeds deze influencer? Walgeluk! Walgeluk! Wie kijkt naar deze YouTube? Ik hoorde dat iemand thuis was. Oh, dat was mijn vrouw. Dit was het einde. Waarschijnlijk gaat mijn vrouw me haten. Waarschijnlijk heb ik een... De volgende game die we spelen heet ook wel Draw Puzzle. Wij moeten dingen proberen te tekenen. En dit spelletje moet het dan raden wat het is. Anders haal ik het level niet. Moet ik hier mijn naam invullen? Coole Ronald. Vandaag ben ik cool. Ik heb geen flauw idee wat het is. En nu beland bij level 1. En zo te zien zijn we te laat voor werk. Ik denk dat we te laat zijn voor werk. Wij moeten een lijn tekenen. Als ik bijvoorbeeld een rondje teken. Oh nee, ik zie een cirkel. De game moet dus snappen wat we tekenen. Laten we dan even een lijntje tekenen. Zeg dat ze dit goed vinden. Hey, het is een lijn. Ik ben zo goed. We zijn er gewoon overheen gegaan. We zijn gewoon overheen gefiljept. Een echte vries, hè? Nou, volg de level. We moeten zo te zien de zon tekenen. Oh, nee. Zou die het zo snappen als we zo een zon tekenen? Zo teken ik vroeger altijd een zon. Oh, een ster. De zon is een ster. Ik wil niet bij de hand doen, hè? Ik teken wel even een rondje met streepjes eromheen. Oh, perfect. Het is een zon. Hij verkoopt weer ijsjes. Kom op, Ronald. Je hebt hier jarenlang voor getraind. Volg de level. Ha, dit ben ik volgens mij. Volgens mij kijkt deze gast ook 40 minuten lang een video terwijl ze poepen. Maar we moeten een naald tekenen. Hoe gaan wij een naald tekenen dan? Is dat niet gewoon een rondje met een streepje eronder? Perfect! Yo! En nu is hij nat. Hij is bewusteloos. Ik weet niet hoe je bewusteloos kan raken van water, maar hij is dood. Ik heb het wel met hem te doen. Ik vind het eigenlijk best wel funny. Volg de level. Nou, wat hebben we hier? We moeten een paraplu tekenen. Want deze gast gaat zo te zien nat worden, want er zit een emmer boven de deur. Laten we dan eerst maar eventjes beginnen met een stokje. Wat ziet hij hierin? Ah, ik zie een been. Hoe zie je hier een been in? Hoe lompe been is dit? Is dit gemaakt voor kinderen of zo? Wie tekent zo'n been? Als je zo'n been tekent, hè? Praat niet met me. Nou, als we hier dan zo'n boogje toevoegen en kijk wat we hier hebben. Hey, een paraplu. En die gast wordt gewoon niet nat. Hij loopt gewoon weg als een baas. Ik ben trots. Ik ben trots op mezelf. Oh, we krijgen een cadeautje. Ik wil geen cadeautje, want dan krijg ik een advertentie. Maar nu wil ik weten wat hierin zit. Dit spelletje ga ik niet downloaden. Wat is dit nou lelijk? Nou, wat zit erin? Oh, een hint. Ik ben nog nooit zo teleurgesteld geweest. Dit is zo te zien weer onze baas. En wij moeten hem verwennen. Wij gaan simpen. Dit is een simp. Wij moeten een kop tekenen om te simpen. Nou, laten we een keer proberen een mooie mok te tekenen. Hoezo snap je dit niet? Je ziet toch wel dat dit een mok is? Yo, ben je een artiest? Ik ben 100% een artiest. De leukste banen bij jou in de buurt. Is dit een hint? Shut up! Wat zijn dit voor seksuele advertenties? Waarom promoten mensen dit onder een kindergame? We zijn zo te zien beland in een nachtclub. Deze gast heeft geen baardgroei. Ik zelf ook niet. Dus ik moet een snor tekenen. Ik wil zo'n epische snor. Dus dat gaan we gewoon eventjes mooi proberen. Alweer als ik denk dat dit een vogel is, hè. Het lijkt op een sweater. Hoe zie je hier een sweater in? Het lijkt op zo'n fantastische snor.
Wat de hel, maat? Ik ben echt boos nu. Ik ben pisschagrijnig. Nou, laten we dan zo'n... Is dit een snor die ze willen hebben? Is dit regen? Hoe zie je hier regen? Is dit een vork? Hoe zie je hier een vork in game? Ik zie al langzaam een snor bijken. Oh, weet je als hij weer zegt dat dit een sweater is? Een snorkel? Dit is toch letterlijk een snor? Hè, eindelijk kan hij de nachtclub nu in. Oh, waarom krijgen we weer zo'n advertentie? Yo, er wordt daar gewoon iemand neergeknald? Dit is fantastisch. Kunnen we gewoon een rondje tekenen? Want ik vind dat op een maan lijken. Wow, een cirkel. Het is een maan. Het is een maan. Maan heeft meestal van die gekke dingen hierop. Dus ik denk dat ze dit wel nu zien als een maan als ik dit zo doe. Een gezicht? Dat tekenen we toch wel zo'n maan? Zo, het lijkt meer op een banaan. Maar oké, een maan. Ze gaan ermee akkoord. Ik installeer jullie niet. Shut up. Ze hebben letterlijk de maan getekend hoe ik het net had getekend. Dit spel haat me. Oh, die gast is trouwens nu een weerwolf geworden. Oké. We zijn nu beland bij level 10. We zien iemand hier op een tafel. Nee, en die andere gast is boos. Waarschijnlijk gaat hij met een bezem slaan. Zo. Kaboom! We moeten een stoel tekenen. Nou, we gaan wel eens een kind tekenen dan. Dit is een stoel. Ben je een artiest? Ja. Oh, die gast heeft letterlijk met een stoel... Wat zijn dit voor games? Wat is dit? Oh, we zien dat iemand hier een bed heeft geplast. Wat zielig ben je. Moet een wasmachine tekenen. Oh god, hoe teken je nou weer een wasmachine? Is dat gewoon niet een vierkant met letterlijk hier een rondje in? Ja, een wasmachine. Ja, hij heeft weer een schone bed. Hoe durf je in je bed te plassen, oké? Dit is gewoon een loser. Je bent gewoon een loser dan. Game die we spelen is heel erg leuk, jongens. Jullie willen dit. Ook wel Among Us fangame. Vandaag speel ik Among Us in mijn eentje. Oh, ik mag mijn eigen naam doen. Ik moet een speciale naam hebben als imposter, oké? Ik moet robots vermoorden. Maar het probleem van dit spelletje is ook wel, het is oprecht heel lastig. Mijn naam van vandaag zal ook gewoon zijn Sexy Ronald. Ik weet niet, ik voel het. Zijn dit alle levels in één? Dat zou echt super tof zijn. Ik zal de beste, maar ook de beste imposter ooit worden. Ik kan ons eigen karakter maken. Ik heb een wc-rol op mijn hoofd. En ik heb vandaag natuurlijk Kelzo bij me. Zijn zo te zien de imposter? We gaan even kijken of we mensen kunnen afmaken. Waar is mijn hond? Hond, waar loop je heen? Ik zag hier trouwens zwart. En kunnen we die meteen afmaken? Hoppakee, ja, die is neer en we gaan venten. Oké, dat is gewoon de allereerste. Ondertussen zijn ze al bezig met Task. Ze zullen er niet achter komen. Dan we springen even hier eruit en we lopen weer verder. Alsof er niks is gebeurd. Zullen we ondertussen saboteren? Wat dacht je van de reactor? Ik denk dat iedereen daar nu naartoe gaat lopen. Millie de Poes, je bent dood. Oh god, wie hebben ze gevonden? Waarom wordt Soviet Union eruit getrapt? Hé, dat betekent niet dat ze denken dat ik het ben. Kunnen we straks gewoon weer saboteren? Waaronder het licht, waardoor ze gewoon niks meer kunnen zien. Hallo, Jazz. How you doing? Oké, en we gaan venten. Ze zullen er niet achter komen dat ik ben. Want ik ben Sexy Ronald. Wegrennen! Laten we naar lights lopen, zodat we als een crewmate eruit zien. Dead body reported. Ik ben de beste! Volgens mij zag ik hier één persoon naartoe lopen. Hallo? Pst, pst, pst. Die heb ik ook vermoord en we gaan meteen venten. Ze zullen er nooit achter komen dat ik het ben geweest. Wie gaan ze eruit trappen? Niemand! De beste imposter! Hey, wat doe je hier bij Electrical? Hier, ga even dood of zo. Praat niet met me. Hoeveel moet ik er trouwens nog vermoorden? Ik heb oprecht geen flauw idee. Jeremy! Pss, 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 pss. Jeremy, kom eens even hier. Pss, pss, pss. Wat als ik nu het lichaam ga reporten? Word ik er dan uitgetrapt? I don't know, we gaan kijken. Report. Misschien ben ik nu zus. Maar niemand is eruit getrapt. Ik ben niet zus. Oh, er zijn nog twee over. Pss, pss, pss. Hoppakee! We did it! Yeah! Ik ben de beste imposter ooit. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het een leuke video? Druk dan zeker weten op het duimpje omhoog. Laat jullie top 3 achter in de reactie beneden. En abonneer trouwens, jongens. De 800.000 komt oprecht in zicht. Zeg mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Peace!